Hoewel er niet veel bewegend beeld van hem is bij de Graafschap, is er toch maar één speler die in aanmerking komt om de held van de Superboeren te zijn. Verdeeld over drie periodes speelde Guus Hiddink maar liefst 356 duels in het eerste van de Graafschap. Guus Hiddink was een intelligente voetballer. Hij had een geweldige trap met links. Hij had spelinzicht. En op zijn 20e was hij ook al assistent-trainer bij de Graafschap. Dat is toch eigenlijk een unieke combinatie voor een jonge speler. Koenders, Hiddink. Bedoeld voor Stijn Voort. Nu de balbehandeling. Ja, dat is goed gedaan van Stijn Voort. En ook van Hiddink. Ja, Guus Hiddink kennen we als een slimme coach, een intelligente vent. Het was ook een hele slimme voetballer. Hij had een mooie trap in zijn benen. Maar hij miste wat snelheid. Hij miste ook misschien wat fanatisme om de echte top te bereiken. Maar wat hem wel lukte, en dat is niet velen gelukt als actief voetballer, hij haalde ooit een keer in een wedstrijd tegen Ajax in Voetbal International een 10. Hiddink. Guus Hiddink, een goede paas, uitstekend. Op Dick Schoenhaker, dat gaat 2-0 worden waarschijnlijk. Ja, hoor. Gaat te zien in de tweede minuut. Scoort Dick Schoenhaker, 2-0 voor de Graafschap. Na een prachtige paas van Guus Hiddink. En de Graafschap leidt met 2-0. In 1970 vertrekt Hiddink dan naar het grote PSV. Maar daar lukt het niet helemaal. En na 2 jaar keert hij terug, ook op verzoek van trainer Pieter Visser. Er is wel geld voor nodig en er wordt een unieke supportersactie gehouden. Een tientje voor Guus. En dat lukt. En dus komt Guus terug naar huis. Hij werd een wereldburger, deze Guus Hiddink. En eigenlijk, als trainer, bereikte hij datgene wat hij als speler niet had bereikt. Hij bereikte de wereldtop en werd kampioen. Iedereen hoopt dat Guus Hiddink ooit weer terugkeert in de Achterhoek. En dan zijn liefde toont aan de club waar hij begon. Bij de Graafschap. Zeg jij het maar even. Want hij staat echt waar.